Welkom bij het Haagse TV-journaal van donderdag 15 september. Vandaag in het nieuws: lof voor knuffelgooiers van ADO. Haagse rapformatie SFB verheugt zich op Blended Festival. Maar eerst, Omar Muni is blij met de nieuwe donorwet. Samson, Schouten, Schut Welkzijn. Het was een close call, maar de nieuwe donorwet is aangenomen door de Tweede Kamer. Voor het wetsvoorstel hebben 75 leden gestemd, daartegen 74. De wet moet nog wel goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Maar als dat gebeurt, is iedereen die geen bezwaar maakt automatisch orgaandonor. De Haagse tassenontwerper Omar Muni heeft zelf een donor neergekregen. Voor hem is deze wet een overwinning. Heel goed nieuws, heel mooi nieuws. Ik denk vooral dat je dit gaat merken als je echt een orgaan nodig hebt. Want ik heb zelf natuurlijk een tijdje een orgaan nodig, had ik een orgaan nodig. En toen besefte je echt van, oké, dit is zo belangrijk, want iemand kan gewoon mijn leven redden. Muni kreeg een nier van een levende donor. Maar bij andere organen is dat niet mogelijk. Ook voor veel nierpatiënten komt een transplantatie te laat. Ik heb zelf natuurlijk in het ziekenhuis jarenlang gedialyseerd. En ik kom aan en vraag naar die meneer, die naast mij eigenlijk dialyseerde. Die is overleden, die heeft het niet gehaald. Dus het komt heel dichtbij. Omar Muni dialyseerde 2 jaar lang in het ziekenhuis. 12 uur per week. Hij had het geluk dat Angela hem een nier aanbood. Want de wachtlijst voor een nier van een overleden donor is zo'n 3,5 jaar. Dat ik hier zo mag staan en zo fit voel en goed voel en mijn werk zo goed kan doen en iets kan betekenen, komt gewoon door Angela. Angela heeft mij echt een tweede leven gegeven. De wet is met het kleinst mogelijke verschil aangenomen. Er is dan ook veel kritiek. Zo zou het een inbreuk zijn op het zelfbeschikkingsrecht. Omar Muni vindt deze kritiek niet terecht. Het zijn nu dagen dat het niet nieuws is. Ik bedoel, je gaat er echt iets van horen. Je weet wat er gaande is. Als je echt denkt, dat wil ik niet. En als ouder moet je het ook gewoon meegeven aan je kinderen. Wil je dat echt niet, geef dat dan aan. Die keuze heb je toch nog altijd. Maar als je er niks aan doet, dan laat je eigenlijk tegen van, het maakt me niet zoveel uit. En dan vind ik echt wel dat iemand waarmee je een leven mee kan redden, het voordeel van de twijfel moet geven. Dit weekend is het tijd voor een gloednieuw Haags festival. Blended. Een multicultureel festival in de wijken Schilderswijk en Transvaal. En de rapformatie SFB houdt wel van een thuiswedstrijd. We gaan proberen Den Haag op zijn kop te zetten. En we gaan laten zien hoe het hoort in onze thuisstad. De rockstad van Nederland. Dus we gaan rocken on stage. Ik verwacht gewoon dat we de gekke show gaan neerzetten. Vooral voor onze stad, weet je, voor Den Haag. Maar ik weet dat veel mensen komen, veel familieleden en zo. Dus we gaan gewoon rocken, man. En dat rocken doen ze met nieuw materiaal. We hebben eigenlijk speciaal voor Blended Festival een nieuw showcase in elkaar gezet. Een hele toffe, wat nieuwe nummers komen erbij. Er komt een nieuwe nummer bij die vrijdag gereleased wordt, een nieuwe clip. En die gaan we ook daar gewoon gelijk doen, primeuren. Dus het belooft wel een turn-up te worden. Maar buiten hun eigen show verheugen de mannen zich ook op andere acts. Klinkt misschien heel cliché, maar ik vind de show van Broederliefde altijd wel mooi om te zien. Dus dat is wel echt een show waarvoor ik wel even ga zitten, moet ik het eigenlijk noemen. Maar ik ga er wel echt naar kijken, omdat ik de show gewoon echt mooi vind om te zien. Toch hebben ze wel nog een tip voor de organisatie over de programmering. Naar mijn mening, om eerlijk te zeggen, kan je die Boys van Wilde Westen sowieso niet uitsluiten, om eerlijk te zijn. Er zijn ook gewoon gameplayers nu. Dus volgend jaar, iedereen van Den Haag, niet alleen First Man, iedereen. En dat de mannen van SFB onlosmakelijk met de stad verbonden zijn, blijkt ook wel uit hun nu nog mysterieuze toekomstplannen. Dat er bijzondere dingen aankomen, zeker, geen twijfel aan. Er komt sowieso wel wat het Haag steentje, weet je. We moeten dat wel doen, we zijn verplicht voor onze stad, vind ik. Dus ik kan niks verklappen, maar we gaan iets doen. Wat dat wordt, is dus nog even afwachten. Maar aanstaande zaterdag staan ze op het Oranjeplein tijdens het Blended Festival. De hartverwarmende actie van de fans van ADO Den Haag afgelopen zondag in Rotterdamse Kuip heeft veel losgemaakt. De Haagse supporters gooiden tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord duizenden knuffels in het vak met patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis. De kinderen bedanken de ADO-fans voor een onvergetelijk moment. Ja, duizenden knuffels op ons hoofd. Het was
met geen pen te beschrijven. Nou, gaan staan en knuffels en toen ging iedereen gaan staan en knuffels vangen en toen had ik er ook een paar gevangen. Nou, iemand zag op internet bij een Feyenoord-site dat er zieke patiëntjes van het Sophia onder het uitvak zouden plaatsnemen. En plaatste een tweet om massaal knuffels mee te nemen. En werd dat meteen opgepikt? Dat werd vrij snel geretweet, toen werd ik ervan op de hoogte gesteld. En ja, dat omarm je zo'n initiatief. Annelies begrijpt wel waarom ADO-supporters de kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis een warm hart toedragen. We hebben hier natuurlijk enorm veel kinderen vanuit Den Haag. Dus we zijn naast het Juliana Kinderziekenhuis, zijn we natuurlijk ook wel een beetje het ziekenhuis, ook wel van Den Haag zelf. De bedenkers van deze knuffelactie willen niet in de publiciteit. Want de credits zijn voor alle ADO-supporters. Ik heb al 4 dagen kippenvel. ADO-supporters zijn gewoon mensen met een goed hart. We hebben verleden jaar voor ALS gefietst. En dit is voor kinderen. We hebben allemaal kinderen. Dus dat denk je niet eens over na. Dat doe je. De kosten van de restauratie van de Gouden Koets worden voorlopig geruimd op 1,2 miljoen euro. Volgens stalmeester Bert Wassenaar is dat een eerste schatting. De Gouden Koets is het afgelopen jaar compleet uit elkaar gehaald. De verschillende onderdelen, zoals de kast, bok, stoffering en dergelijke, zijn afzonderlijk bestudeerd. In de volgende fase moeten offertes worden gevraagd voor het herstelwerk. De glazen koets vervangt dinsdag tijdens Prinsjesdag de Gouden Koets. Koning Willem-Alexander betaalt de restauratie uit zijn eigen begroting. De Paralympische medaillewinnaars worden volgende week woensdag gehuldigd in Den Haag. De sporters nemen op dit moment deel aan de Paralympics in Rio de Janeiro, die nog tot en met 18 september duren. De huldiging is in de Grote Kerk in aanwezigheid van onder meer premier Mark Rutte, staatssecretaris Martin van Rijn van Sport en chef de mission André Katz. Na deze huldiging brengen de medaillewinnaars een bezoek aan koning Willem-Alexander in Paleis Noordeinde. Minister Stef Blok gaat zich maximaal inspannen om de Eerste Kamer na de grote verbouwing eerder terug te laten keren op het Binnenhof. De renovatie gaat 5,5 jaar duren. Iedereen moet gedurende die periode ergens anders bivakeren. Maar de Eerste Kamer vindt dat te lang. Geschat wordt dat de Eerste Kamer 2,5 jaar elders zou moeten vergaderen. Maar het Rijksvastgoedbedrijf denkt dat niet zal lukken. Naar verluidt wordt 15% van de totale renovatiekosten van 475 miljoen euro besteed aan de Eerste Kamer. Gisteren heeft wethouder Karsten Klein op het tenierplantsoen het bordje Buurthuis van de Toekomst geplaatst. Daarmee werden de omliggende welzijnvoorzieningen officieel erkend als een buurthuis van de toekomst. Nou, ik heb net het bordje opgehangen, Buurthuis van de Toekomst. Ja. En dat geven wij aan locaties die heel goed met elkaar samenwerken. Ja. En dat is hier eigenlijk ook aan de orde. Je ziet het tenierspantsoen, het zit vol met organisaties, het multicultureel ontmoetingscentrum, de buurtkamer, het stagehuis, je hebt het Haags Hopje, je hebt het palet, je hebt de Cruyff Court. En die werken allemaal heel goed samen. De gemeente stimuleert al langere tijd de samenwerking tussen wijk- en welzijnsorganisaties. Doel is met name om meer en creatiever gebruik te maken van bestaande wijkcentra en buurt- en clubhuizen. Ja, ze willen heel graag meedoen met het concept Buurthuis van de Toekomst. En omdat het een beetje veel is om op elke locatie een bordje te plakken, hebben we gewoon één centrale plek hier bedacht. Daar heb ik het bordje op vastgeschroefd. En alle locaties eromheen zijn er ook opgenoemd. Dus het geeft een symbolische uiting van dat hier heel goed wordt samengewerkt. En dan het weer. Morgen is er veel bewolking en kans op neerslag. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. Zaterdag is het wisselvallig en ook een stuk frisser, rond de 18 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Vroege vogels kunnen de sfeer van het Scheveningse vissersleven van dichtbij meemaken tijdens een rondleiding over de visafslag. Het begint om 6:30. En morgen is het afscheidsoptreden van Tijmier. De band stopt ermee en morgen staan ze voor het laatst samen op het podium van het paard. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6:00 op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.